start a new campaign. Niet join online? Nee, start new campaign. Normal. En dan host online, volgens mij. Start new campaign, dan kies ik mijn C-slots. Dan doe ik yes. Dan doe ik normal. En dan host online, ja. En dan de game name, moet ik even weten. Hoe voel ik dan? Ja, dan moet jij er even een starten. Ja, moet ik even maken dan. Dan ga ik hem joinen. Ik heb de Dr. Disrespect playlist aanstaan, joh. Ja, vet joh. Ik zat er ook van de week weer naar te luisteren tijdens het werken. Dat is wel fijn. Tijdens game echt leuk. Beetje 80s synthesizer muziek. Ja. Kijken, wachtwoord. Hey, ik kan iets invullen. Wachtwoord, ja. Wat? De game name heet China en het wachtwoord is rood. Wachtwoord is rood. Rood, oké. Okay. Join online. Ja. Oh ja, dan komen er gelijk allemaal Chinese hackers op af, jongen. Ja, ja. Oké, dat doet join. Oh, lekker handig dat er geen zoekfunctie in zit. Oh shit, ik deed meteen join en dan gaat meteen naar de wereldmap. Dus hoe kom ik nou terug? Invite friends, moet ik ook doen? Ja, doe maar. Wexels. Yes. Oh, kijk. Return to game. Je zit er meteen in, maar nou moet dan... Oh, volgens mij, ik hoef het niet eens te accepteren. Ik werd gewoon erin gegooid. Ah, je had gefaseerd, joh. What the fuck? Ik heb geen permission gegeven. Jawel, je hebt mij machtiging gegeven. Nee, man. Oké, let's go. We gaan naar Vietnam. Vietman. Let's liberate this shit. Oké, dan zie ik... Ah, daar ben je. Ja. Kijk, hier werkt mijn controle ook gewoon prima. Oh, nice. Ja, dat Steam is. Clint Eastwood. Oh. Even kijken hoor. Ik ben nu Terminator. Je bent nu, hoe heet ze? Uma Thurman. Nu ben ik Robocop. Om precies te zijn, Robrocop. Oh, nice. Easy. Als je dit met z'n drie of met z'n vieren doet, dan is het nog veel vetter. Dat is echt fucking chaos. Ja. Ja, dat weet ik. Dat weet ik van de vorige keer, toen we het in januari deden. Met die ook nog een keer met twee van die Argentiniërs. Ja. Argentiniërs. Ja, joh, wel even. Je bent toch klemtoon. Chuck Norris. Ik ben bro, double bro step. Ja. Ik ben Minecraft. Ja. Met je Martini. Volgens mij zitten we vast. Oh, fuck. daar ben ik weer. Ben je alweer dood? Ja, machete. Ik moet even wakker worden, joh. What the fuck deed je? Even wakker worden. Ah! Ugh. Wakker worden, het is 9 uur 's avonds. Ah, ja. Blade. Braid, jongen. Oh, oeh. Yes. Later. Ik speel nu ook af en toe met twee gasten uit mijn team. Er zijn twee nieuwe jonge gasten gekomen in mijn team. Eentje van 24 en eentje van 27. En dan gaan we ook af en toe via met Discord erbij gaan we ook gamen. Ja, cool.
Bijvoorbeeld, dit keer hebben we Fall Guys gedaan, we hebben ook wel Valheim gespeeld in het verleden. Ook een keertje Age of Empires 2, de nieuwe versie. Ja, lachen hoor. En hoe heet die? Edge of the Gungeon. Ja, die kan je maar met z'n tweeën doen, hè. Die heb ik vooral veel met mijn neef gespeeld, neefje toen hij hier was. Zo. Wow. Dat was lucky. Ja. Yeah. Ja, lachen joh. Beetje lol hebben. Jawoon. En je weet hè, tenminste vandaag is heel uit, rest hier voor achter. Ja, heb je hem al gespeeld of niet? Nee, ik ga hem morgen halen. Oh. Bij halen? Je kan hem toch gewoon bestellen? Bij Netgame, ja, ik heb hem al besteld. Oh, jij wil hem per se fysiek hebben of? Ja, klopt. Oldschool jongen. Juist. Dus ik ben benieuwd, het krijgt goede cijfers, hoge cijfers. En het wordt vergeleken, het is een combinatie van deel 4 en 7, roepen ze zit allemaal. Zit je er nog in of? Oh shit, Rainbow. Hey, hou me niet wakker. ik moet niet kicken, jongen. Hey, je bent weg. What the fuck? Even mijn controle fixen. Yes, daar ben ik weer. Of zo. Ik ben zwart of zo, ik zie geen icoontje. Ja, dat je dood bent, denk ik. Oké. Maar het is een combinatie van deel 4 en 7, dus klinkt goed. Ja, 7 vond ik niet zo, pakte mij niet zo heel erg. Jammer. 4 vond ik wel vet, alleen ik vind nog steeds de klassieke Resident Evil het beste. En de remakes daarvan, dus 1, 2 en 3. En 0. En Code Veronica. Ja, die heb ik nooit gespeeld, omdat ik geen PlayStation 2 had. Oh ja. Hij was ook op de GameCube, maar maakt niet uit. Ja, daar heb ik hem ook niet op gespeeld. Maar ga je hem niet halen dan? Die gaat gewoon even afwachten. Of ik denk dat ik... Ik heb nu genoeg andere games die ik aan het spelen ben. Als die wat goedkoper is, dan haal ik hem wel, denk ik. Ja, oké. Misschien komt die ook wel naar de Game Pass op een gegeven moment, want Resident Evil 7 zit er volgens mij ook op. Oh, dat gaat nog wel verduren, denk ik. Ja, dat klopt. Ik heb geen zin in spoilers. Ik wil het gewoon meteen gezien hebben, meegemaakt hebben. En dan verkoop ik hem denk ik weer door. Ik ben nu heel erg anno 1800 aan het spelen. Zo vet. RTS, hè? Nee, anno is city builder en een economy sim. Dus je moet... de 1800, dus het speelt zich in 1800 af. En dan start je zeg maar op een eiland en dan moet je... langzaamaan je economie en je stad opbouwen. En je mensen die erin wonen, die willen steeds meer. Dus in het begin willen ze alleen vis en kleren. En daarna willen ze in één keer ook worst en zeep en... En dan moet je steeds ingewikkelder productiechains gaan bouwen en je moet gaan handelen met andere eilanden en zo. En super vet. En te veel voor kleine details. En ze hebben nou heel veel allemaal nieuwe areas en zo toegevoegd met DLC. Dus het is nou weer heel leuk om te spelen. Ja, lachen. En ik wil Cyberpunk nog steeds spelen, maar dan moet ik eerst mijn nieuwe videokaart hebben. Maar ja. Ik weet niet of dat überhaupt nog dit jaar gaat gebeuren. Ja, ik denk pas volgend jaar, want er is gewoon een wereldwijd tekort aan bepaalde computerchips. Echt ongelooflijk. Ik ben gewoon serieus al 5 of 6 maanden geleden heb ik hem al gekocht. Ik heb hem nog steeds niet. Zeker. Ja. Maar ja, inmiddels is hij 2 keer zo duur in de webwinkel, dus ik ga mijn order niet annuleren. Nee. Shit. En Jedi Fallen Order had ik vorige week uitgespeeld, daar was ik heel blij mee. Het was echt, echt gaaf. Gewoon goed, het zat gewoon goed in elkaar. Hè? Ja, die vond ik ook echt heel leuk.
die eindbaasin, die was wel pittig. Alleen bij haar moest ik even... Zo, ja, ik moest even, ik speelde de hele tijd op hard, op Jedi Master of zo, maar ik moest bij haar wel eventjes de difficulty Jedi even Master, laten. Oh ja, ik speelde op Jedi Knight, volgens mij. Dus de ene hoogste. Ja, ik was ook echt op 20 keer dood gegaan. Ja, bij haar had ik het wel verlaagd. En toen kwam Darth Vader na, joh, dat was lachen. Haar verlaagd. Ja, ik dacht van... Ik had eindelijk dat gevecht gewonnen. Ik dacht, nee, moet ik ook op Darth Vader gaan slaan? No! Maar het was wel echt een lastig gevecht, inderdaad. Maar het is ook best wel een uitdagend spel, af en toe. Klopt, ja. Ja, ik denk wel dat ze een vervolg gaan doen. Hij heeft zo goed verkocht, zo goed ontvangen ook. En, ja, ik hoop het wel. Het heeft ook een open einde, of een cliffhanger. Van waar gaan we nu naartoe, zei die gast op het einde. Ja, je hebt zoveel van dit soort... alternatieve verhaallijnen die je nog kan volgen in het universum. Ja. We're Broly, jongen. Even mijn filter aanpassen. Zo. Wow! Ah, dat is beter. Wow, bitches. Ja, ik heb deze week eigenlijk bedoel ik veel gewandeld weer en ook veel podcasts geluisterd. Het is wel een leuke combinatie, moet ik zeggen. Ja, ik heb net ook nog een uurtje gewandeld. Ik ook toevallig, joh. Mm. Ja, het was lekker weer. Ja, en zondag wordt het 25 graden of zo. Wat? Serieus? Mm-hmm. Holy shit. Ja, morgen nog niet hoor, maar overmorgen. Ik heb bijna gaan zwemmen in de zee, man. Ja, dat wordt de hoogste tijd. Maar niet volgende week, maar die week erop ga ik met mijn familie naar Zeeland, een bungalowtje gaan we doen. En daar zit gewoon een jacuzzi bij, mijn vader geregeld. Oh, lekker man. Dat is wel lekker, ja. Ja, jouw vader houdt wel van een beetje luxe toch? Ja, echt wel. En hij is ook heel, blij dat de terrassen soort van open zijn, tot 6 uur. Ja. En, ja, mijn vader die heeft nou zijn eerste vaccinatie al gehad. Oh, nice. Ja, die van mij ook. Mijn moeder over volgens mij volgende week. Eerste vaccinatie. Pfizer? Nee, mijn moeder krijgt AstraZeneca en mijn vader die heeft Pfizer gehad. Oh ja. Oké. Okay. Wat wij krijgen, je kan kijken op de site van RIVM. Wij krijgen Pfizer, Moderna of Janssen. Janssen. Ja, ik was Janssen is wel chill, dan ben je met één prik mee klaar. Ja, maar ik was Sputnik 5, joh. Wil je niet die van China? Nee, ik wil mijn eer betonen of mijn eer laten zien. Respect aan Poetin, je weet toch. Ben je voor Trump of zo? Die vond Poetin ook helemaal fantastisch. Nee. He's a great guy, I love him. Ja, ik heb je dat gedeeld hè, op WhatsApp, dat hij zijn eigen platform is begonnen. En het is gewoon één richtingsverkeer, niemand kan op hem reageren. En dan zei hij dat hij wil pure censuur. Dan zei hij dat hij wil communiceren met de mensen, maar hij wil dus alleen maar zenden. Hij wil helemaal niet communiceren. Hij wil alleen dat zijn volgers als een zijn meuk kunnen doordelen op social media. En dat is zo mooi dat hij zelf altijd zit te zeuren dat alles wordt gecensureerd van hem en zo, weet je wel. Dat hij voor vrije pers is en shit. Ja. En dan start hij zelf een platform waar hij niet eens op kan reageren. Ik kan niet eens een kritische vraag stellen. Daar deed hij ook, altijd moeite mee om ze te beantwoorden tijdens persconferenties. Ja, maar hij legt alles perfect uit, dus waarom zou je kritische vragen moeten stellen? Alles wat Trump zegt, dat is natuurlijk per definitie gewoon waar. Dan kan je geen spel tussen te kijken. Ja. Dus vragen zijn niet nodig, jongen. Art of the deal. Ja, dat is zijn boek toch? Art of the deal? Ja, klopt. Ah, shit. Shit, joh. Ik moet even goed, even beter worden. Even get good moeten even worden. Art of the con man, jongen. Ja. Art of the beard, jongen. Chuck Norris. Wow, shit. Shit, joh, echt. Ja, gewoon hier aan dood.
John McClane. Uit welke film is dit? Ik ken die vrouw ken ik niet, maar dit is John McClane die ik ben. Is het niet een beetje iets van Quentin Tarantino ofzo? Ik weet niet wie een jetpack heet. Een vrouw die een jetpack heet. Nu ben jij Conan. Barbarian. Nee, het is geen jetpack. Ze schieten uit de been. Oh. Dat gaat omhoog. Dat was volgens mij wel een film, een Tarantino film, met een chick. Ja, ik dacht dat het Quentin Tarantino was. Zo'n Grindhouse film. Ik weet niet meer hoe die film heet. 2007, dat weet ik nog wel. Freedom! Ook nog zo'n adelaar geluid erachteraan, heerlijk. Woep, 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 woep. Nou, Braveheart zou nou geen Oscar meer winnen, jongen. Is niet divers genoeg. Nee, de Untergang ook niet, hè? Nee, ook niet. Ja, dat zei ik ook al. Ja, hoe gaat dat ooit werken voor... films in een historische setting. Omdat ik vind het zo kansloos, joh, de Oscars. Ik kan het nooit meer serieus nemen. Ik heb je laten zien, hè? Het wordt gewoon steeds minder waard, weet je, dat je dan een Oscar wint. Want, allemaal films worden al op voorhand uitgesloten. Ja, het is gewoon echt ziek. Echt triest gewoon. Het is wel een soort van discriminatie. Oh ja, Nomadlands wil ik nog zien. Ja, die heb ik al gezien, ja. Niks zeggen, niks zeggen. Nee, ik zeg niks. Ik heb wel gezien. Vond je goed of niet? Hè? Dat kan je wel zeggen. Ja, hij was oké. Oké. Het is niet een Oscar film, nee, niet van mij, nee. Hij heeft toch Oscars gewonnen? Ja, Nomadland heeft gewonnen, ja. Ja, ja. Maar een andere genomineerde film was The Sound of Metal. Die vond ik heel goed. Die vond ik veel beter. Oké, die ga ik die ook even lenen van het internet. Ik kan je wel de summary geven van die film, gewoon waar het over gaat. Nee, doe maar niet. Nee, ik hoef geen summary. Jawel, jongen. Het is heel relevant. Luister nou even. Ja, maar jij zit te spoilen. Dat doe ik nooit. Het is net als een trailer, dit. Dat doe ik nooit. Het gaat over een drummer die in een rockband zit. En dat doet hij al jaren of zo. En langzamerhand wordt hij doof. Daar gaat die film over. Het deed me ook heel veel denken aan mijn situatie, weet je wel, met mijn oren. Oh ja, dat snap ik. Ja. Dus, ik ben dood. Oh shit. Ja, nee, jij leeft nog. Klinkt een beetje als pagane glorie of zo. Beetje als Mickey Rourke in The Wrestler. Zo. Ja, ja, klopt. Ja, ja, daar heb je allemaal gelijk in. Het is een hele goede dramafilm. Dat ben jij, Predator. Oh, cool. En de film die simuleert ook heel erg goed hoe het is om slechthorend of doof te zijn. Dat ga je wel meemaken. De sound design is heel goed in die film. Oké. Dat kan ik echt aanraden, die film. Oké, het snap wel dat jij daar dan ook nog een beetje een persoonlijke klik mee hebt. Ja, ik kom wel echt met hem meeleven, die hoofdpersoon. Riz Ahmed heet die gast, maar een goede acteur. Hoe? Riz Ahmed heet die. Een aparte naam. Ja. Ik weet even niet waar hij geboren is, dat weet ik even niet. Klinkt een beetje Midden-Oosten of zo. Ja. Dit vind ik echt een van de vetste bros. Waar? Oh, hier is de baas. Brrrr. Ja! Boom! Easy peasy. Nice. We hebben Aristotska geliberated. Hoor jouw krookje eten, joh. Nee, het zijn van die... hoe noem je het? Grissini stokjes. Ken ik. Die Italiaanse stokjes, die zijn lekker. Dan ben ik met pesto aan het eten. Oké, wacht voordat we beginnen, dan ga ik ook even wat eten pakken. Ja. Zo terug. Oké. Okay.
Yes. Okay, ben ik weer. Yes, I would like to have a mission, please. Zit je boven het Witte Huis, jongen? Sowieso, joh. Zuid-Amerika, Afrika. Nou, nu zit je in India of zo. Cambodium, dat is Cambodja dit. Cambodium gaan we doen. Cambodium. Soon to be Cambodia. Ja, dat stond er, ja. Maar andere gasten kunnen toch gewoon joinen als ze willen, terwijl we spelen? Nee, ik denk dat je hem... je hebt er toch een wachtwoord opgezet. Oh shit, je hebt gelijk. Ah, maakt niet uit. Nou, anders moet je even eruit. Dan doen we even... moet je hem openzetten, dat is op zich wel leuk. Drop out, hè? Ja. Anders maak jij even de volgende game. Nee, doe jij maar. Doe ik return to menu. Wow, start. Start new. Oké. Doen we hard of normal? We hebben net normal gedaan. Doe maar hard, is misschien wel leuk. Dan nee, doe maar normal. We hebben meer kans dat de mensen joinen. Oh. Host online. En dan ja, moet ik geen wachtwoord invullen dan of zo. Nee. Oké. Doen we nu Brazil, doen we nu. Oh, Braziek. Nee, Brazil doen we. Host. Nou, dan krijgen we allemaal Bruce joh. Al die hoe mensen krijgen we dan, joh. Ja. En nou moet ik gewoon wachten. Ik moet niet joinen nu, toch? Of ik doe invite. Dan doe ik jou of joinen. Of inviten. Mm-hmm. Dan zit jij erin, maar nou moet ik nog even wachten of zo. Of kan ik al joinen? De game. Nee, je kan joinen nu. Ja, oké. En anders de game of de. Ja. De game is open, dat er veel mensen kunnen joinen. Ja, is die open? Okay. Denk het wel, ja. Er zit geen wachtwoord op. Oké, dan gaan we weer naar Vietnam. Hoe heette dat boek trouwens de vorige keer, wat je mij de vorige keer vertelde? Wat mij liet denken aan Gatsaat, weet je wel? Hoe heette jouw boek ook alweer? The Coddling of the American Mind, van Jonathan Haidt. Ja, die wil ik ook wel, wil ik ook wel even bekijken. Dat is een goed boek. Anders, ja, moet je maar even een linkje sturen of zo, van bol.com of zo. Dat is goed. Want ik, ik ben best wel veel boeken aan het lezen nu. Het is best wel ja, leuk allemaal. Ja, ik ook. Ik vind het lezen ook hartstikke leuk. Ik wil nou mijn eerste e-reader gaan kopen. Ja, dat zei je. En ja, het is gewoon leuk, weet je wel, dat wij, jij en ik, gewoon diepe onderwerpen gewoon boeiend vinden. Gewoon, gewoon ja. Sommige mensen die ik ken, weet je, vrienden of zo, die zijn echt verbaasd van ja, dat je dit allemaal leest, weet je wel. En allemaal in het Engels ja. En dit en dat. Dus, ja, precies. Terwijl het gewoon voor de lol doen, dat is toch het beste van allemaal. Nou, ik haal er gewoon lol uit. Ja, en natuurlijk worden we er ook wijzer door, laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Kennis is macht, jongen. Ja. De pen is might. Het is wel leuk. De pen is leuk om nieuwe dingen te leren. Ja, en de pen is mightier than the sword. Maar het is ook leuk om het op je eigen tempo te leren. Het is niet dat je meer in school zit of zo. Nee, dat is lekker. Ik doe het gewoon voor recreatie. Ja. Ik doe het ook vaak voor het slapen gaan. Met een beetje warm licht en dan word ik er ook wel moe van. Oh ja. Het is beter dan voor het scherm zitten vlak voordat je gaat slapen. Ja. Klopt. Nou, deze levels zijn wel heel makkelijk. Ja, we zijn een nieuwe game begonnen. Mm. Nou, we gaan gewoon even proberen uit te spelen.
En ja, straks op mijn vakantie neem ik ook weer mijn twee nieuwste boeken mee, waar ik het eerder over had. Gulag, Archipelago en Crime and Punishment van Fyodor Dostoevsky. Wat lachen, joh. Volgens mij zijn dat echt heftige boeken. Ja, dat zijn twee Russische boeken. Maar echt twee van de bekendste in de literatuur van Rusland. Ga je ze ook wel in het Russisch lezen, toch? Nee. Maar sommige mensen zijn wel die hard. Die gaan speciaal Russisch leren. En dan gaan ze die boeken zo lezen dan, ja. Ja, anders heb je natuurlijk niet hoe de oorspronkelijke schrijver bedoeld heeft. Ja, dat deed ik wel met... Ik denk dat ik het ook in het Russisch heb gelezen. De Wesje 3, jongen. De Wesje 3 heb ik in het Russisch en in het Pools uitgespeeld. Echt lachen, joh. Waarom in het Russisch? Ja, gewoon omdat het gewoon Slavisch is allemaal, joh. Ja, maar dat Pools, dat snap ik. Want het is bedoeld als Poolse legende, volgens mij. Ja. Maar Russisch snap ik niet. Nou ja, het zijn buren van elkaar. Ja, ze vinden elkaar niet aardig, dat niet, nu, maar het zijn wel Slavische broeders. En allebei Oost-Orthodox, qua geloof, weet je. Ja, het is best wel apart als je precies moet aangeven welke landen allemaal Slavisch zijn. Want is Hongarije bijvoorbeeld ook Slavisch? Ja, dat weet ik niet. Misschien. Het is een beetje apart, waar de grens over. Ja. Polen zijn duidelijk Slavs. En Russen ook. Sommige mensen denken dat Argentinië ook blanke mensen alleen heeft. Terwijl het helemaal niet klopt. Ja. Daar wilde ik ook misschien naartoe gaan, vorig jaar. Ja, Argentinië. Colombia, Brazilië, Zuid-Amerika. Vader wat ook naar Argentinië. Ja? Ja. Wilde je sigaren gaan roken, zeker? Nee, hij kon me nooit vertellen waarom Argentinië hem aanspreekt. Dat kan hij niet uitleggen. Maar hij wilde gewoon heen. Ja. Mij lijkt Chili interessant om te zien. Waarom dan? Je hebt daar een hele aparte woestijn zitten. En het is de meest. De langste, meest verticale land ter wereld. En je hebt ook een eiland daar, de Eastern Island, met al die stambeelden, weet je wel. Dat ziet er ook wel. Lijkt me ook wel dik om daar in het echt te lopen. Oké. Cool. Je kent het wel. Als je die stambeelden ziet, dan ken je het wel. Al die Paaseilanden. Moai, inderdaad. Paaseiland. Is dat wel Chili? Dat is Chili, ja. Onderdeel van Chili. Aztotska. Ja, Aztotska. En natuurlijk Brazilië en de rest. Waarom niet, weet je? Colombia schijnt ook wel vet te zijn. Maar sommige landen in Zuid-Amerika zijn wel een beetje gevaarlijk. Nou ja, Colombia is er eentje van, hoor. Ja, is wel een stuk veiliger geworden. Venezuela. Maar Venezuela moet je echt niet naartoe nu. Dan heb je echt een fucking zieke inflatie, of tenminste... Weer inflatie, inderdaad. Ja, dat moet. Nee, Broly! Ja, maar daar moet je nu echt niet als de best is tussen haakjes rijk persoon gaan rondlopen, weet je wel, dan ben je echt een target. Ja, maar dan moet je ook niet... Al die mensen die in de armoede zitten en je hebt natuurlijk ook communisme, dat ze allemaal ook een beetje anti-westers zijn. Ja, vooral naar Amerika. Maduro in ieder geval. Nicolas Maduro, de president. Ja. En er zijn genoeg landen, joh. Genoeg landen, boeiende landen om te zien. Ja, als alles weer een beetje normaal is, oude normaal is. Ik heb wel, mijn moeder heeft wel Portugal gereserveerd voor ons in oktober. Dat is ook heel vet. Ja, ik ben naar Porto geweest en wat steden in de buurt. Niet naar Lissabon. Ja, cool.
En ja, misschien naar Normandië. Mijn vader en ik willen nog steeds naar Normandië toe. Oh ja, ik dacht dat jullie dat al lang gedaan hadden. Nee, vanwege COVID niet. Mm. Maar dat komt nog. Le France. Yes, gewoon de historie lekker. Hey. Gewoon even al die historie even tot me nemen. Net zoals ja. Wij in Polen ook deden, joh. Hey? Ja, dan wilde jij even op de foto. Hé, hey, gast, ik heb toch, ben toch respectvol geweest daar. Ik heb toch niet gekke dingen gedaan. Nee. Ik heb toch geen grappen over de Joden gedaan of zo. Nee, zeker niet. Nee, okay. Dat lijkt me ook niet de plek om dat te doen. Nee. Zeker niet de plek om dat te doen. En, nee, dat is super indrukwekkend. Ja, zeker. Het is, ik kan me voorstellen dat sommige mensen er niet klaar voor zijn om daar rond te lopen. Vooral die concentratiekampen of die vernietigingskampen. Ja, mijn moeder bijvoorbeeld, die kan er echt niet tegen. Nee, dus daarom. Die zegt, oh ja, daar ga ik niet naartoe. Nee. Maar ik denk juist, ik vind het eigenlijk dus vreselijk, maar het is denk ik ook belangrijk om te zien waar mensen toe in staat zijn als je een groep mensen heel erg demoniseert, zeg maar. En overal de schuld voor geeft. Dat moet je niet vergeten. Je moet niet denken van, 60 jaar geleden of 70 jaar geleden waren mensen zo anders dan dat wij nu zijn. Ik zou dat nooit doen. Ja. Nou ja, als jij de, zeg maar, de goede tussen haakjes omstandigheden creëert. Mm. En groepen mensen helemaal wegzet als vaders en als slechte mensen, dan kan dat gewoon weer gebeuren. Ja, dat ook, ja. Heel veel mensen zijn ook gemanipuleerd of zo, of propaganda, of weet ik veel. Ze zijn gewoon overgehaald, of misschien ook wel geforceerd om mee te doen. Ja. Nee, maar ik vond wel... Voor het eerst, op 5 mei was ze te gast bij Nederland. Had je dat gezien? Angela Merkel, of... Ja. Dus ja. Voor het eerst dat een Duitse bondskanselier wat mocht zeggen. Ja, Helmut Kohl had het ook al gedaan, maar in ieder geval heel lang. Ik heb erover gelezen, maar niet live gezien, nee. Mutti Merkel. Zo wordt ze genoemd, Mutti Merkel. Ah, oké. Okay. Ja, ik had wel even een klein stukje van de doden, denk ik, een ceremonie in Amsterdam gezien. Dan zag ik André van Duin ook even een speech doen. Ja. En zo kan je het ook, doen natuurlijk. Ja, dat je eraan herinnerd wordt. Hé, hey, waar ben ik? Koning. Ja, die zoutmijn was ook wel interessant, hè? Om een zoutmijn te zien. Ja, dat was vet inderdaad. Ja, dat was heel vet. Mijn eerste zoutmijn gezien heb. Ja, dat is echt groot, man. Ongelooflijk. Ja, zie ik. Ah! Ugh. Ah, kut. Hij liep er echt in. ik denk, hij ziet me niet. Ik ga even snel al tappen, even kijken hoe ver mijn gear is al is. Ja, doe ik ook wel even. Oh, bij mij is die klaar. Even kijken hoor. Ja, 99% bij mij. En... Oké, nou dan kunnen we wel eruit. Ja, oké, dan gaan we eruit. Kik. Maar we moeten even kijken, ik ga voor het eerst Gears 5 spelen, we moeten even kijken hoe we elkaar kunnen vinden dan. Het is echt dé aanrader qua co-op game van de Xbox Game Pass, wat ik overal lees. Oké, ik ga hem nu starten. Ja, 140 gigabyte gek, holy shit. En ik heb de Game of the Year Edition geïnstalleerd. Mm.
jij al die vorige delen gespeeld? Nee. Wel okay. Ooit een keer in het verleden. 1 of 2 of zo. Ja. Gears Tactics is ook leuk. Die staat ook op Game Pass. Het is een turn-based en dan van bovenaf. Ik weet niet of je XCOM wel eens hebt gespeeld? Nee, maar wel over gehoord. Oh, daar lijkt het op. Ik moet even settings een beetje tweaken. Ja? Want ik speel op 4K, dus ik moet het natuurlijk een beetje omlaag zetten, want anders dan... Ja, oké. Lag. Je hebt mijn nieuwe videokaart nog niet. Ja, ja. Campaign. Install the full campaign. Ja, ik Ik ga je nu uitnodigen. Oh ja, nice. Maar ik weet niet hoe ik de invite dan zie. Nee, ik heb je uitgenodigd. Ah ja, ik zie het. En dan druk op... Fuck, hoe doe ik dat? Druk op. Ja, hoe kom ik erin dan? Accepteren. Oké, ik ga nu naar jou toe. Oeh. Henk komt ook binnenlopen. Hey Henk, wat is Henk? Ja, je zit erin. Nice. Oké, heb jij het eerder gespeeld? Ik nog niet. Ja, ik heb al eerder gespeeld. Oké, start the game. Maar nog niet co-op, nog niet. Dus, Oh, we kunnen ook... Ja, oké. Okay. Ja, ik zie opeens Dave of zo. Ja, staal. Dave, dat is een robot. Nee, ik heb deel 1, de remake, even een stukje gespeeld. Zo, heel oud, denk ik. Ja, nou, ze zijn wel leuk hoor. Alleen het verhaal is echt totaal niet boeiend. Ja, je moet gewoon allemaal aliens of zo neerknallen. En je bent een macho team of zo. Ben je allemaal. Ja, precies. Gewoon een. Fucking grote spieren hebben ze allemaal. Ja, dat is het nog steeds allemaal wel een beetje. Maar het is wel echt een super mooie game, dit jongen. Ja. Oh, ik krijg even de uitleg. Nee, heb je nou doorgedrukt? Nee. Nou. Niks. Zit jij nou ook te kijken naar Previously on Gears? Ik kijk nu naar de game director Watt Ferguson, jongen. De credits. Ja. Watt Fong. Maar de credits kunnen we toch wel skippen? Ja. Nee, kan niet. Oh, wow. Dat kan wel. Press B again to skip. Ja, ik heb geskipt. Zie jij nou ook die chick? Ik zie nu die chick, ja. Ja. En nou zie ik die mooi boy. Die dude. Ja. Handsome man. Ik ben die linker, jij bent die rechter. Don't worry about it. She'll be ready. Huh.
Ik hoor een echo van. Nou, wacht even. Er gebeurde net iets heel vaags voor mij. Wacht even. Ik leg het zo meteen uit. Oh nee. Ik zag opeens een schabloon van mijn Streamlabs opeens op de achtergrond voorbij komen. In de cutscene. dan moet ik later even tweaken. Last night, got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares. Nightmares. Is that best? Amen. Is that best? It gets tolerable. Wat lach je nou? ik zie het filmpje en dan hoor ik zo 1 milliseconde later hoor ik het bij jou ook. Voor de microfoon heen. Alright, dus hoor, see what we got. It gets tolerable. Voor je, check je waterval. Oh. Het ziet er wel echt mooi uit. Ja. Dit, ik heb nu ook die Ultra HD texture pack. Ja jongen, ik heb ook Ultra en alles. 4K jongen. So who's jumping first? Definitely not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Het helemaal, joh, mijn pompje. Ja, hij gaat het op en neer, joh. Wat? Mij niet. Oké, nou niet meer. Ik moest even T-control doen. Oh, je loopt al een beetje laggy op mijn scherm. Ja? Yeah. En your intel says one of the silos is still intact, right? En ik? Loop ik wel smooth? Ik weet niet wie jij bent, joh. Ben jij dit? Ja. Hij loopt gewoon hetzelfde als ik, joh. Gewoon smooth? Ja. Gewoon smooth, ja. Oké. Ja, het is wel een high-end spel, volgens mij. Absoluut. Ja, terwijl het al een paar jaar oud is, maar het ziet echt super mooi uit. Het is 1 jaar oud, denk ik. Nee, volgens mij is dat 2019. Hey, oh, oké. Controls, jongen, mijn controls. Hmm. Oh, je had ook een scan move of zo met Griekse eye. Ja, dat is Dave, die robot die doet dat. Oh, ja. Het is wel irritant man, dat ik een echo heb van jouw geluid. Ja, maar dat was de vorige keer toch niet zo, met Brofors? Nee, maar het is het geluid van het spel zelf, niet het geluid van jouw microfoon. Oké. Ja, het ziet er wel ziek uit, joh, het spel. Ja, vet hè. Kijk die stolp. Super mooi. Ja. Yes. There's plan to launch a satellite from here. It seems a little half-baked. Ja, voor dit spel zou ik wel een nieuwere videokaart moeten hebben. Ja, dit is niet, ik speelde niet 60 frames, nee, dit spel. Nee, die lag. Ja. In this island. Dan kan je ook gewoon de settings wat lager zetten. Ik vind het niet erg. Hey, over there. Could be useful. Kijk, ik kan die robot ook gebruiken om dingen op te pakken op afstand. Kijk. Ah, ja. Zie je, moet je erop richten met je linker trigger en dan X ingedrukt houden.
X. Yes. Hey, fetch! Nou, als je precies op het goede moment reload, dus bij dat kleine witte blokje, dan reload je instant en dan schiet je ook sneller, of je doet meer damage. Dat was met deel 1 ook toevallig. Die gimmick, mechanic. Ik zet even mijn Spotify playlist uit. Oké. Okay. Check al deze skeletjes. Had je nou ook een Xbox Series console of niet? Nee, nee. Oh, okay. Nee, is een beetje onnodig. Ja. Gewoon een hele goede computer, dus. Ja. Chainsaw time. En mijn computer staat gewoon in mijn woonkamer, dus. Oh, nice. Chainsaw. Oké, okay, let's go. Ah, jongen. Die is echt gruwelijk om op vijanden te gebruiken. Ik denk meteen aan Doom, joh, denk ik dan. Back. We're coming down. Ja. Zo. Inderdaad. Het wordt steeds zieker allemaal, joh, met al die games. Guess who? Ja, dat is mooi, hè, de techniek, ja. Vijanden. Ah. Oké, wacht, ik ga hem executen. I'll take care of this one. Wow. Ga jij er ook een executen? Shit. Oh, hij kon het zien. Ik kon niet tussen jou bukken. Wat lul je nou met de Maar dit is gewoon je held herstelt automatisch op je deze weet. Ja, zolang je niet geraakt wordt. Ja, oké. En als je je gaat eerst down en dan kan je nog revive worden door teammaten. We get it handled for now. Maar als ze niet op tijd zijn vervijand die execute je, dan ben je helemaal af. Hey, I think we can get down this way. Het zit je op te schieten. Ja. Shit. Sorry. Brrr. Ik heb bench press. He's headaches. I'm okay, alright? Let's just find a silo. Dat is echt. Echt een ongelooflijk mooi spel, dit. Zeker als je het op een 4K TV speelt. Ja. In HDR. HDR is het ook. Everywhere we go, another burial site's hatched. Ja, hier ook op mijn quad HD monitortje. Ja. Oh, zo, je brak gewoon zijn hele bot af of zo, joh. Ja. Meer dan een nekbreak, het is een bonebreaker, joh. Ja, spinebreaker. Ja, spine, joh. Go! Check al deze rode goo.
Guys, ja, we kunnen trouwens ook wel een keertje Metal Slug doen op Steam. Dat is ook, dat vind jij ook wel leuk. Ja, ja, die heb ik. Metal Slug 3 heb ik. Ja, dat is de beste, deel 3. Ja, dat had je mij aangehouden. We get this hammer satellite up, we can do it again. That's the idea, old pal. Control out. Maar ja, als je een keertje tijd hebt, Xeno Crisis, dan kan je binnen een uur uitspelen als je goed bent. Dus check het even een keertje. Maar jij zei zelf dat je niet voorbij het laatste level komt. Nee, klopt, nee, maar ik heb wel een... Zeg je daarmee dat je niet goed bent? Ik heb een walkthrough gezien, gast. En het laatste level is gewoon moeilijk. Jij kan in een uurtje even doorheen lopen als je goed bent. Ja. Lukte jou dit ook niet? Ik ben nog aan het oefenen. Oké. Maar het is wel een uitdagende game. Ja. Old school. Vet. Ja, ik had er even een filmpje van gekeken. Het zag er heel vet uit. Zeker. Echt zoveel leuke games op Xbox Game Pass. Ja. En ja, shit joh, volgende maand alweer E3, dat gaat echt fucking snel joh. Oh ja. Yeah. Worden we allemaal nieuwe spellen weer, ja, digitaal dan aangekondigd, maar wie weet joh. Laten we het allemaal zien. Ja, ik ben benieuwd. Yes, ik ook. Kun je nog vroeger altijd met E3, dat keek ik altijd van GameKings, die gingen er altijd naartoe. Ja, vet hè. En Power Limited. Ja, alle bootbabes waren ook altijd. Wacht joh. Ja. De Skate the Great, weet je nog? Ja, maar het mag niet meer hè, tegenwoordig. Bootbabes zijn verboden ofzo. Ja, wat een onzin. Nee, ja, dat is niet waar toch? Dat mag nog steeds ook. Nee, dat mag niet meer op conventions. Dat is echt zo. Al die... Dat zijn gewoon modellen die dat leuk vinden. Ja, ik weet Jonne, maar... Ze zijn allemaal naar Twitch overgestapt. Ja, dat verdienen ze meer. Ja. Maar moet je niet het woord zeggen hè, waar we het over hadden. Iets meer skimpy-kleding, maar... Ja, maar je moet er niet het woord zeggen, anders word ik geband. Ik zag er laatst heen, die had mij opgestuurd. Ik zat gewoon in een bikini. Ik zag bijna alles. Ja, ik hoor je echt fucking slecht nu man. Al die fucking vijanden komen op me af. Wacht even. Het ging echt net zo. Ah, ik ben dood. Ja, we moeten reviven man. Jonne, ik hoor helemaal geen fuck meer. Vanwege al die kut vijanden. Maar je stuurde laatst mij een chick op ofzo, ja. Maar ik jou ook eentje. Ongelooflijk dat dat toegestaan is op Twitch man. Ja joh. In een bikini, echt gewoon, je zag bijna alles. Op een of andere opblaas eend in een zwembadje. Ja, maar die had ik jou ook opgestuurd. Eentje die op een eend zat. Dat hoort op een ander soort website thuis dan Twitch. What the fuck. Ja. Dat is gewoon erotisch materiaal. Dat wil je toch niet op Twitch hebben. Kom op. Waar 12 jaar ook op zit. Gaat het lekker op een of andere campsite doen ofzo. Fuck, moeten we nou helemaal opnieuw? Blijkbaar. We zijn gewoon noobs, Jonne. Ik denk dat we per ongeluk hebben gedaan reload previous checkpoint in plaats van naar reload current checkpoint. Ja, we gaan gewoon opnieuw beginnen. Wat kut. Alright, control, we're going in. Control, really? I have a name. Maar het is gewoon heel krom, joh. Ja, gewoon 13-jarige, weet ik veel wat. Die kunnen dat ook gewoon allemaal ook gezien, hè? Ja. Ik vind het ongelooflijk dat het echt toegestaan is. Ja. En ze zijn ook helemaal doorgedraaid met hun, met hun beleid, met hun regels. Ja. Als je dit zegt, word je geband of zo. Ja, dus je zou denken als ze zo hyper gevoelig zijn dat ze dat soort dingen ook wel zouden blokken, maar dat doen ze dan niet. Hoor. Nee. Ach ja. Misschien moet ik ook naar YouTube overstappen, net als Dr. Disrespect, joh. Ik denk dat je ook gewoon in een bikini in een zwembadje moet gaan zitten. Ja. En dan
En dan ga ik even een paar doelen even opstellen, joh. Als ik, duizend dollar of euro's krijg, dan, ja, dan ga ik gewoon even een speciaal dansje voor je doen ofzo. Give me to college of zo, weet je wel. Ja, ja. Dat hebben ze dan te vaak als doel, zoiets. Ja. Research a place that's falling apart. Quickly. Sommige... Help me keep my stream quality up. Ja, donder op joh. Sommigen gaan ook jouw naam op hun voorhoofd schrijven, dat soort dingen, dat soort onzin. Zo erg als je daarvoor betaalt, dat is zo zielig. Ja, Jander. Dan ben je geen pimp, maar dan ben je iets wat ruimt op pimp. Iets wat ruimt op pimp. Niet zeggen, niet zeggen. Didn't expect there to be bodies. Only a handful of us made it off the zero alive. Snel door, dit hebben we allemaal gedaan. Ja, skippen. Oh, hoe kan je... Fuck, hoe kan je rennen? Ik ga through. Ingedrukt houden. Oh shit, het gelijk. Nice. Get back, we're coming down. Sick. Ah, we hoeven gelukkig niet zo heel veel, maar ook. Nee. I'll take care of this one. Oké, we gaan even stealthy doen. Yes. Oh, toch niet. Jij vindt Hitman toch ook wel vet? Nooit aan gespeeld. Oh, dacht ik. Want Noach is er al langs mij begonnen. Oké. Nee, Nero, die noemen we altijd Agent 47. Ja. Je lijkt op hem, inderdaad. Ja, met zijn barcode. Ja, die barcode heb ik ook uit. Ja. Zeker. Mijn A-bonuskaart zit erop. Ik even het geluid van de game even wat zachter zetten, hoor. Ja. Want ik wil echt over je heen schreeuwen alles. Kom op, ja. Zo. Even. Zo, oké. Yes. Kan ik je beter horen? Nice. Ugh. En hoe is het met jouw vriendin? Gaat het allemaal goed? Wat? Hoe is het met jouw vriendin? Ja, gaat allemaal goed. Ja? Nou, mooi. Positief. Het is alleen een beetje jammer natuurlijk dat we helemaal niks kunnen doen. We kunnen niet naar een restaurant, we kunnen niet naar een barretje. We willen... zouden misschien graag samen een weekendje naar de stad willen of zo. Dat kan ook allemaal... Oh ja, dat kan wel, maar het is geen reet aan, want niks is over. Nee. Maar het gaat goed hoor. Oh, mooi. Ik heb ook een andere match onlangs gemaakt met een chick uit Singapore. En zij... wat was het nou ook weer? Wat is haar baan ook weer? Ze doet gewoon letterlijk werk, doet zij, met cryptocurrencies. Ze is heel erg betrokken. Maar is ze nu in Nederland? Ja. Ze wisselt de hele tijd. Elke week zit ze in Nederland en dan de andere week zit ze weer in Londen. Oh. En ze doet heel veel... ze is een professional. Ze doet heel veel handelen met alle coins en alles, weet je wel. Daar had ze ook voor gestudeerd. Singaporese Erik. Ja, daar had ze ook voor gestudeerd. Dus, Ja, ze wil niet meteen afspreken of zo. Ze wil het rustig aan doen. Dus misschien
Misschien in de toekomst. Maar jullie hebben wel contact. Ja, ja, zeker. Elke dag op WhatsApp. En ze ziet er leuk uit. Stuurt leuke foto's. Dus ja, wie weet. Een beetje oppassen dat het geen oplichter is. Ja, ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ah, ik ben wel wat gewend. Misschien is het wel wat. Misschien is het wel wat. Ja, zeker. Het is ook altijd leuk om ook een beetje te chatten. Hmm. Maar ze wil het rustig aan doen, dus nou ja, doen we dat dan maar. Rustig. Rustig. Oh ja, we beginnen hier nog niet dood. We beginnen bij die tunnel dood. Ja, hier hoor, nu naar beneden gaan. Oh ja, Among Us staat volgens mij ook op Xbox Game Pass, hè? Oh ja. Toch? Ja, ik weet het niet. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel, ja. Die kunnen ook wel kisten. Ja, maar dan zijn we met z'n tweeën niet voldoende, hè? Dan moeten we echt een game joinen dan of zo. Ja, maar dat kan toch gewoon. Ik heb het nooit met randoms gedaan, hoor. Dus, oké. Ja. Ik heb het sowieso nog nooit gedaan. Ik heb het één keer gedaan met Stijn en Sophia en heel veel andere mensen. Het was wel leuk. Ja, die zijn wel nog steeds bij elkaar, Stijn en Sophia. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. En met heel veel andere mensen die ik niet kende heb ik het toen ook gespeeld met hun samen. Het was wel leuk. Het is gewoon... Vrienden van hun of zo. Ja, of collega's. Het is gewoon weerwolven, maar dan in de ruimte. Klopt, ja. En dan moet je het raden, ja, wie is de moordenaar en waarom, weet je wel. En dan moet je gaan stemmen de hele tijd, dat is wel lachen. Oké, jij bent de moordenaar, jij gaat gewoon dood nu. Ja, okay. En dan heb je soms niet altijd gelijk, weet je wel. Soms vermoord je gewoon iemand gewoon onschuldig. Lachen. Ja. En dan kan je ook, je zit allemaal op zo'n klein ruimteschip, zit je allemaal te klooien met elkaar. En dan kan je ook, je kan de boel saboteren, je kan computers kapot maken, laten gaan. Ja, ik heb er wel eens een stream van gezien. PewDiePie heeft het een tijdje ook veel gespeeld. Het ziet er heel simpel uit, maar het concept is heel leuk. En het sociale aspect. Ja. Ah, fuck deze vijanden. Hoe ga ik je redden? X of zo. Waar zijn onze teammates, joh? Het zijn echt fucking veel, man. Ja. Even tijd voor de shot hier. Oké, we hebben het gehaald. Ja, maar... Oh ja, met die shot hier, joh. Ja. De retro lancer. Of lancer ligt hier. Vet. Ja, die heeft een... daar kan je mensen mee inpelen. Er zit een mes op. Penetreren, jongen. Ja. Precies. Full penetration. Yes. Burp. Burp. Wow, glijden. Nice. Lijkt wel een achtbaan, of een glijbaan. Ja, ammo. Sniper. Ja. Hey, je moest wachten. Oh shit, ik zat niet te luisteren, man. ik gaf geen fuck, joh. Die rode tonnen. Die rode tonnen. Eén aanvallen. Hey, boom. Gewoon fuck it. Check dit, dikke bazooka, jongen. Ja. En Dave is een hologram geworden, joh. Achter ons. Oh, nou is hij niet meer hologram. Dave zat in een andere dimensie. Ja, sowieso, jongen. In de zesde dimensie zit hij. In de zesde dimensie.
Nee, Brody, van Brody Quest Dimensie. Oh ja, jongen, ADM Brody. Een andere dimensie op een gegeven moment. Legendarische YouTube video, joh, ADM Brody, Brody Quest. Ja, dat is de eerste die jij ging kijken op je tv, toch? Ja, klopt, ja. Wil ik jou zien, joh. ADM Brody, ADM Brody, ADM Brody. Ik weet niet hoe... Oh, fuck. Kut. Ja, dat is dood, joh. Dood. Ik ging door de grond heen, joh. No clip mode. Ik vloog door de grond heen. Oeps. Ja, maar wat ik dan zeg, ik weet niet hoe groot het spel is. Maar misschien, als het niet al te lang is, de campagne dan tenminste. Misschien kunnen we dan co-op proberen uit te spelen. In delen dan, in segmenten. Ik vind het goed. Ik vind het heel vet spel om co-op te doen. Ja. Dus, ja, we hebben geen haast. Dus, Nee. Het is af en toe een stuk. Stukje af. Nu wachten. Ja, oké. Okay. Het is bij mij wel speelbaar op zich. Het is niet 4K 60 frames, maar ik kan het wel spelen op zich. Ja, maar als het stotterig is, dan heb je waarschijnlijk gewoon wat instellingen. Ja, ik zal ik even kijken. Shadow quality, als dat op ultra staat, wacht even. Dat soort dingen. Ik ga even opties. Ik ga even de video nu dan. Oké. Ja, alles staat op ultra. Waar moet ik op normal of high zetten dan? Shadow setting zei je toch? Ja, shadow, die moet je sowieso, dat is altijd even de zwaarste. Dus die van ultra gewoon naar high of medium. Medium doe ik dan, die twee. Ja. En verder nog iets? Als je ergens initializing of anti-aliasing of anti-aliasing, ja, die kan. Waar staat die op? Ik moet even zoeken. Moet ik die uitzetten? Anti-aliasing? Nee. Maar die staat waarschijnlijk gewoon heel hoog. Die moet je gewoon wat lager zetten. Ik zie hem niet staan. Vertical sync staat wel aan. Ik weet niet wat je bedoelt, maar ik zie hem niet staan. Een anisotropic filtering, zie je die wel staan? Nee, maar wel bloem quality. Even kijken. Volgens mij geeft hij ook aan bij die options als je er overheen gaat of het een grote impact heeft. Je ziet dan onderin. Oh ja, GPU major. Ja, je moet even eentje zoeken die major. Degene die major hebben, als je die verlaagt, dan heeft het wel effect. Ja, bijvoorbeeld screen space global elimination recount. What the fuck. Ja, dus die, als je die gewoon lager zet, dat gaat heel veel effect hebben. Op die GPU. En de contact shadows, die zet ik uit. Dynamic shadow quality zou ik ook op medium zetten. Even kijken. En de contact shadows uit, inderdaad. En de... Ja, de resolutie, dat is ook een major factor, ja. Screen space reflection zou ik ook lager zetten. Ik zet hem even kijken, even applyen. Even kijken wat hij nou doet. Als je nu return doet. Resume? Ja, heb ik gedaan. Is wel iets beter, ja. Als ik de camera draai, dan is de motion blur wel merkbaar. Dan heeft hij wel veel moeite mee. Maar voor de rest... Moet je gewoon nog even wat dingen omlaag zetten. Ja. Ik heb alles wat major al is, qua GPU al verlaagd. Ja. Misschien de ambient occlusion quality staat op insane. Die ga ik even op medium zetten. Ja. Je hebt onderaan ook nog screen space variable ray shading. Ja. Die heeft ook major impact. Ik zie screen space reflections en global illumination. Ja. Nou ja, als je het meest hebt aangepast, dan zal de boel iets verbeteren. Want het is apart, want ik heb een 2070 Super en die is ongeveer vergelijkbaar aan jouw kaart dan een 1080 Ti. Dus het is raar dat die bij mij wel gewoon helemaal goed loopt en bij jou niet. Ja. Terwijl ik ook nog op een hogere resolutie aan het spelen ben.
Ja, raar. Oké. Okay. Ik heb 11 gigabyte VRAM heb ik ook. Ja, ik heb 8, dus je hebt nog meer dan ik. Nou ja, oké. Okay. Yes, apply. Oké, okay, go. Gaat nu wel beter, ja. Ja. Oké, okay, mooi. Het is nu al meer speelbaar. Ik heb geen ammo. Oh, kut. Geen ammo? Ja. Even de snub even pakken. De gun, heet snub. Pak even je snub, jongen. snip. Hey, joh. Hey, ik kan die boomshot pakken die daar ligt. Die bezoeker. Oh ja. Ah, nice. Double kill. Double kill, jongen. Een real tournament. Dat was de shit vroeger. Sowieso. Zal dat ook niet in Quake Arena? Ja, zal wel kunnen. Ja. Ik ben met Unreal Tournament opgegroeid. Ja, ik heb alle twee gespeeld. Ja, het is zo vaak gespeeld vroeger, toen ik 12 was en 13. Ja, ik ook. Echt ja. Ontelbare avonden, joh. Ja, dat is zo'n vet spel. Ja. Boom. Oh shit. With UVs. Hey, fuck you. Volgens mij is je op die zakken schiet. Ja. Als je die open schiet, zie je daar komen van die kleintjes uit. Ja, ja. Een soort van zerklins of zo. Ja. Wat is dat, joh? Minibaas. Big boy. He's a big guy for you, jongen. Ja, yeah, duidelijk. Boomshot, hier. Kom op. Yo, try shot guardians. Boom! Wow. What the fuck, joh? Heb je dit ook al gezien? Reinforcements group. Kut, ik ga dood. Heb je dit ook al gespeeld, dit? Ja, ja. Oh, oké. Ja, dat gedeelte als hij ze vlak voordat hij gaat schieten met zijn borstkas open, dan is hij... Zo skeptical. Daar is hij zwak, zeg maar. Ja, dat is wel duidelijk te zien. Je moet me even revive. Waar ben je? Oh hier. Kijk, we hebben reinforcements. We hebben meer Dave's of zo erbij. Ja, alleen dan die raketten schieten. Of nee, ze schieten met de minigun of zo. Nice. Hij is dood. Yes. Het is echt vet, als ik nu ronddraai, 360 graden, dan motion blur. Het ziet echt vet uit. Ja? Moet je straks in mijn stream terugkijken. Oké. Okay. Na 1 uur 15 minuten, dan zie je het gebeuren.
Hoor jou proberen views te regelen voor je stream, bro. Ja, ja, tuurlijk. ik ben al in je stream, ik help jou. Yes. Hoe gaan we verder? Nou, jij hebt eerder gespeeld, ik niet. Oh, ik zie het al. We moeten Jack hier doorheen sturen, volgens mij. Dave, Jack? Weet ah. Dave. Dave, ja. Kijk, en nu? Oh, kijk, zie je hier door dit gat? Ja. Zie je? Als je daar bericht, dan kan je die robot op afvuren. Ik zit hem even op de trap. Het is gewoon een drone of zo. Ja. Dit is al een vette setting, zeg, van die verlaten fabrieken of zo. Ja. Wow. R2D. Check al die verlichting nu, joh. Vet. Ja, heel mooi. Op die trappen. Ja. Ja, als je dit op een HDR capable monitor of tv speelt, dan is die verlichting nog indrukwekkender. Hmm. Hier heb je een skelet. Oh ja. Check deze X-ray boven, jongen. Boop. Vet dat die robots ons blijven volgen. Die zijn wel geweest. Het zijn toch gewoon NPC's, joh. Het zijn gewoon summons of zo. Ja. Cocktech. Ik denk het omhoog moeten. Oké, wat is de objective? We zitten een beetje random rond te kijken. Nee? Ministry of Settlements. Wow, Chairman's wristwatch. Wow. Dikke booty. Ik heb een Boltok pistool. Ugh. Denk het weer aan moeten. Ja. Nou, dan is het ook leuk dat jij hem nog niet uitgespeeld hebt, dit spel. Ik ook nog niet. Dan kunnen we gewoon samen een beetje gaan genieten. Zo. Wow, what the fuck? Hij schiet cirkels aan, godzijdank. Oh, net als in Dead Space. Vet. Weet je nog? Oh, als je hem op zijn hoofd raakt, dan doe je echt veel meer damage. Uiteraard. Boom. Dat was zo leuk in Dead Space, om die circle blade te gebruiken. Ja. Al die... Hier ligt zijn cirkels aan. Die wil ik. Buzzkill. Ja, een Ass Effect of Commander Shepard komt volgens mij deze maand uit. Ga je zeker weer een eigen character ontwerpen, hoor. Nou, ik hoef het niet opnieuw te spelen op zich. Dat is zo erg. Dat,
character wat jij onderhoort. Ik weet niet eens meer hoe het eruit zag, joh. Het zag er zo erg uit. Ja, omdat we geen fouten ervan hebben, joh. Maar ze hebben trouwens wel een nieuwe Mass Effect aangekondigd. Ze willen zichzelf gaan redeemen, joh, naar Andromeda. Ja, ik vond op zich nog best wel leuk, Andromeda. Niet zo leuk als de eerdere Mass Effects, maar ik vond het niet zo dramatisch als erover gedaan werd. Maar het is nu ook een beetje met Cyberpunk volgens mij. Ja, weet je, er zijn heel veel bugs geweest en zo, maar... Nu is het echt al veel beter van wat ik lees. En ik heb ook gelezen dat de meeste problemen op de consoles waren. Als je het op de PC speelt, dan is het al veel minder erg. Maar ja, elke bug die er is, die wordt nou meteen al op het nieuws gezet, weet je wel. Het ligt heel goed onder de loop op dit moment. Ja, ja. De hype was ook immens groot. De grootste game van vorig jaar, maar het was gewoon voor heel veel mensen een flinke teleurstelling in Cyberpunk. Ja. Het was gewoon super gehyped, inderdaad. Ja. Het is denk ik gewoon een hele goede game, maar het is niet zo goed als dat het gehyped wordt. Witcher 3 is veel beter, denk ik. Geloof mij. Ja, ik weet het gewoon. Oh ja, jij hebt hem al gespeeld. Ik heb hem uitgespeeld. Ja, ik zeg er niks over, maar... Nee, geen spoilers. Die is en, nog een beste Deus Ex, weet je wel. Die vind ik ook gewoon beter. De allereerste en de Human Revolution. Ik vind de prank calls van Deus Ex vind ik leuk. Ja. Do you have a single fact to back that up? En dat bijvoorbeeld. I want the full package. The full package, ja. Gaat die scammers, gaat die opbellen. Ja. Zijn quotes zijn echt goed gemaakt voor die scammers. Ja. Yeah. My computer has a virus. En Lamar, niet vergeten. Sowieso. Ja, ik had je een filmpje gestuurd van die kerel die de stem deed van Lamar Davis. Dat is super grappig. I'm talking about 40k, jongen. 40,000, ja. Ja, altijd als je zo'n gat ziet, zo'n geel ding, dan kan je hem kan je die robot erin sturen. Oké. Oh, hold X to have Dave open it. Oh, het is voor de kluis. Hey, Control. Good news. We found the data drive. Appreciate it, Delta. Hey, you know what we appreciate? Some backup. What? Where are you? The silo. We found it. It's a minigun. Ja, die zaten eerst op die backup die we hadden. Daar heb ik hem vanaf gerukt. Die waren toch dood. Denk dat maar ik heb niet echt een idee waar we nu heen moeten. Jij wel? Ik weet echt niet. Nou, gewoon deze kant op, denk ik. Je kan als je je linker, niet je trigger, maar je LB-button, RB-button. Ah, dan zie je een sterretje waar we heen moeten. Zie je, dan zie je een sterretje. Ja, oké. Nou, ik heb een idee een beetje. Ah ja, hier is de deur. Beetje navigatie, weet je wel. Ja, een beetje tom-tom. Check al deze control rooms. Mm. Ja, weer mooi licht, jongen. Ja, hier is een boomshot als je hem wil. Ik heb die try-shot al. Dacht even dat je boomen zei, joh. Van last... fuck, wat is het spel? Left 4 Dead. Left 4 Dead, ja. Of van OK Boomer. ja, of van een baby boomer. Heb je ook baby zoomers? Baby zoomers heb je ook, ja. Explosive ammo. Je hebt ook Doom. Sorry, je hebt ook Doomers tegenwoordig op 4chan. Die denken alleen maar negatief en zijn cynistisch over alles. Ah, er zijn er heel veel van. Ja. En toch blijft het gewoon leuk om zo nu dan even te kijken. Gewoon om te lachen, weet je wel. Om al die onzin die ze schrijven. Tja. Ah, je hebt wel de boomershot gepakt. Ja. En de boltok ook. De boltok. Ja, Russisch.
Ik heb hier een dropshot. Gaat hij. Klinkt als een shotje, jongen. Dan gaat hij dropjes maken of zo, joh. Dropshot. Klinkt als een shotje. Ja. Wow, what the fuck? Oh. Ik blies mezelf op. So. Oh, je moet weer even een gaatje vinden voor Dave, jongen. Ja. Je hebt ook een deur hier rechts, hè? Of een opening bedoel ik. Je kan hier gewoon naar binnen lopen. Hier is de gat, hier moeten we. Hier is een hand. Oh, cutscene. Onze vliegende R2D2, jongen. Ja. Hey, Sputnik raket, jongen. Vet, joh. Sputnik is de shit, joh. Dat was de eerste satelliet die klopt. In 1957 in rondom de aarde kwam. Ja, klopt. We waren de eerste. De Russen. Ja. Helemaal geen America first, Russia first of USSR. Wel als eerste op de maan. Ja, oké. Okay. Maar niet de eerste mensen in de ruimte, nee, dat niet. Nee. Was er iets aan Guderian of zo? Heette die kerel die als eerste in de ruimte was? Ik weet het niet. Ook weer? Weet ik even niet. Oh, je bedoelt de Rus bedoel je? Ja. Ja, Yuri Nagarin of zo heet hij. Nagarin? Huh? Ja, maar hij is Yuri. Ja, dat is een voornaam. Zo, Yuri, Red Alert 2. Ja, dat is hoe heet die? Hoe heet die Duits ook weer? Ja, acteur. Udo Kier. Udo Kier, ja. Wat ook een hele vette game. Dat is misschien nog steeds. Nou, misschien wel mijn favoriete expansion pack nog steeds. Yuri's Revenge. Ja, hij was heel vet en waar. Ignition, intruder. Wel vet die vlammen effecten. Ja, sick. Dave heeft een platform omlaag gehaald. Joe, wow. Dave. Nice. Ignition. Whoa. Boom, 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 boom. Check jouw knife. Ja, knife only run, jongen. Resident Evil. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, ik niet, nee. Maar heel veel speedrunners doen dat wel. Nou ja, speedrun, het is meer een slogan. Ja, ik denk niet dat je kan speedrunnen met alleen knife. Maar het grappige is, de knife is heel sterk bij sommige Resident Evil spellen. Bij andere Resident Evil spellen is het echt gewoon kut. Bij welke is die sterk dan? Code Veronica is er eentje. Okay. Kan je beter dat gewoon is de enige of? Ja, weet ik niet aan mijn hoofd, maar Code Veronica is er eentje. Welke Resident Evil heb je het meest vaak uitgespeeld? De remake van de GameCube. Die is ook heel goed. Het is heel lange tijd mijn favoriet geweest, maar het wordt steeds moeilijker hoor, nu met al die nieuwe Resident Evil's. Het wordt steeds moeilijker om een favoriet te kiezen. Ja, ik vond de remakes ook heel vet. Vooral de remake van 2 vond ik heel vet. Ja, zeker. Echt zo goed in elkaar. En op de PC kan je hem modden, jongen. Dus ja, jongen, al die leuke outfits geven. Nude mods, ja. Mr. X. Mr. X in een G-string, jongen. Ja. Fucking mooi. Wow. Hij werd geroast, jongen. Heb je ook een mod voor Nemesis dan? Die dan? Ja, tuurlijk. Nou, vet.
Kan ook SpongeBob van maken en zo. Je had toch ook zo'n filmpje dat met die Thomas de Trein of zo? Ja, ja, Thomas de Tank Engine. Perfect. Thomas, gonna give it to you, jongen. Ja, ja, ja. Zo. Already, good juvies. Juvies. Wow. Wat gebeurt allemaal, joh? Ontploffen ludus, ontploffen ludus. Maar tot hoever heb je dit gespeeld dan, dit spel? Tot welk chapter of missie? Eerlijk gezegd heb ik hem al een keer uitgespeeld, maar ik vind het niet erg om nog een keer uit te spelen. Oh, dat wist ik niet. Ik vind het een heel vet spel. Dus, en ik heb hem nog niet co-op gedaan. Dus. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan... Maar ik zal niks spoilen. Nou ja, weet je, ik heb deel 1... Ik heb 3 games geskipt. Met deel 1 ben ik niet voor de helft bezig. Het verhaal boeit me niet echt zoveel. Ja, tenzij jij zegt dat echt dikke spoilers zit. Helemaal geen, het gaat ook helemaal niet om het verhaal. Nee, nee. Het is gewoon een hele vette game met een hele vette atmosfeer en hele vette environments. De shooting action is leuk en zo. Execution. Allemaal van die jarheads en jargirls. Check Marcus boos kijken, joh. Ja. Dat is dus, hij is zijn zoon trouwens. Oh, oké. Okay. Dat is zijn vader. Ja, Marcus is de main character. Uit de OG, ja. Uit de oude game. Ja, hij is de OG, ja, dat klopt. Ja, ja, als jij, ja, dan weet jij ook hoe lang het spel is dan, denk ik ook. Als jij zegt dat het niet al te lang... dat we het gewoon kunnen co-op kunnen spelen. Ik weet niet wat jij al te lang vindt. Ja, ik weet niet. Nee. Ik weet dat deel 1 bijvoorbeeld, die duurt 10 uur. Ik weet niet hoe lang deze duurt. Ja, dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Nou, oké. Maar je hebt er... ik had ook heel veel sidequests gedaan en zo. Dus. Ah, oké. Okay. Nou, je hebt een heel handige website heb je op internet. Dat heet howlongtobeat.com. En dan kan je alle games invoeren. Ah, oké. Cool. En dan kan je altijd zien hoe lang een spel duurt, weet je wel? Voordat je aan een nieuw spel begint. Dan heb je een beetje een idee. Wat is dit joh? Nieuw Vegas of zo? Ja. Of zo. Nieuw Washington. Nee, dit is hoe heet het ook alweer? Dat staatje wat ze zelf had uitgeroepen. Ja, 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 ja. Ben even kwijt. In Washington, ja. In de Washington State. Chat of zo? Chess of zo, Chat. Ja. Dit is Chess, joh. Gingen ze hun eigen planten, tomaten kweken. en geen politie toegestaan. De politie was niet welkom en binnen een dag waren allemaal mensen die elkaar er neergeschoten. Ja, en zo. Toch wel politie nodig. Jongen, anarchisme, dat gaat niet werken, joh. Niet in de huidige geschiedenis, of in de huidige zeitkruis, moet ik zeggen. Zelfs niet als je allemaal superlinkse types bij elkaar zet. Ja, ja trouwens, nu ik zeitkruis zeg, heel toevallig, zo nu dan kijken we eens op Twitter, uit verveling. Ik zag dat Peter Joseph een zeitkruis deel 4 film had aangekondigd, dat hij het helemaal zat is. Het is niet echt mijn ding. Nee. Vroeger vond ik het wel interessant, maar nu ik een beetje terugkijk, was het toch ook best wel een beetje veel conspiracy. Ja, vooral deel 1 dan inderdaad, ja. Ja. Yeah. Maar deel 2 en 3, die waren wel wat beter uitgewerkt. Mm. Was ging dat ook niet op een gegeven moment over dat 9-11 allemaal nep was en zo? Ja, maar dat was deel 1 allemaal. Op een gegeven moment ging hij zich alleen maar focussen op... ja, de economie en alles. En de politiek. Ja. En ik pak even wat te drinken. Ik ben zo terug. Oké, ik ook. Find lost satellites? I doubt it. But
I'll take a look. Wait, hey. Can we do all that for nothing? Oh, it'll fire. But with only one working satellite up, it'll be tough to control the beam. Ben er weer. Yo. Yo. Ben er weer. We hebben een nieuwe robot. Dave is dood. We hebben nou... Goliath hebben we nu, of niet? David en Goliath. Ja, Goliath <onlangs. laughs> Ja, ja, maar ook gewoon dat mythische verhaal. Ugh. Hoe heet het? Nou, ik weet het. Ben even kwijt hoe die nou heet, die nieuwe. Wat? Nou, die nieuwe robot ook. Kijk, zoveel vette details overal, jongen. Hier ligt een soort robot helemaal uit elkaar getrokken. Ja, ja. Burp. Maar jij zegt sidequests. Is het dan ook een beetje open wereld, dit spel? Open world? Ja, op een gegeven moment wordt het meer open wereld, joh. Kan je lachen. Kilo squat. Hier ligt de oude robot, zie je? Oh ja. Oh ja, dat was het. De oude was Dave, volgens mij, en de nieuwe is Jack. Jack. We are Flash. Cool. Ja, die robot die kan je tussendoor van die componenten zoeken om hem te upgraden. Dus het is ook wel waard om een beetje rond te kijken in de levels. Ja. Dan kan je die robot mee upgraden. Cool. Ja, ik ga met deze, een dikke sniper. Ik pak deze wel. Lance. Nou, moeten we nu even gaan schieten? Training missie. Ja. Hoor boos zijn, man. Hoor jou. Nee, je moet eerst flashen. Niet weer. Wil je geflasht worden? Wachten. Ja, hij moet hem flashen. Oké, nou kunnen we hem killen. Hij wordt gewoon gestunt of zo. Ja. Geblind. Dus als je richt met links en dan op I drukt. Dus LT plus I, left trigger plus I, dan kan je stunnen. Ja, oké. Maar Jack die stunt dan. Ja. Nee hoor, is goed. No. No deal. Ja, no deal inderdaad. No. Net als toen in Polen, jongen. Ja, tegen die scammer op straat, ja. Kutvrouw. No deal. Zo is the art of the deal, is er niet goed. Ja. We moeten ons wapen terugbrengen. Oh. Terwijl we ons aan de regels houden, ja.
Precies. Abide by law, jongen. Law and order. I am the law, jongen. Ja, Trump, ja, denk dat. I was the law. Ja, nou, nu denkt hij dat hij de law is op zijn eigen platform. Ja, sowieso, ja. Het gaat over de vriendin van Erik, jongen. Hij heeft het over Iris. Ja, ja, ja. Maar Erik is missing in action, joh. Erik is retired. JD, jongen. Yo, shots fired, Joey. It's on. Golden boys. Yo, check deze gym, jongen. Burp. Dojo, jongen. Dojo. Nee, het is een gym, dit. Nou ja. Ik ben blij, hoor, met die halter set die ik thuis heb. Ik zie ze hier nu ook wel in de game. Gebruik je veel? Ja, ja, zeker. Gewoon dagelijks. Nice, man. Doe ik een beetje kracht trainen, weet je. Ja, dat scheelt wel. Ik doe 3x5 meestal. Dus 3 sets en dan 5 reps. Nou ja. Ja. Dat is meer powerliften wat je doet dan. Als je puur voor spieropbouw gaat, dan kan je beter tussen de 8 en de 10 keer doen. Oh, oké. Ja, iets minder zwaar dan 8 tot 10 per set. Ja, ik heb niet zoveel kilogram, hoor. Ik heb maar 15. Dus, We kunnen... Zie jij nou ook dat upgrade mee? Ja. Moet jij nu een upgrade kiezen nu dan? Of moet ik het doen? Nee, ik heb het al gedaan. Oh. Die armors. Components found. Ja, kan je Jack weer mee upgraden. Check deze receptionist. Ja, die verveelt zich. Hallo! 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 Op een kaartje. Ik heb koppijn. Hoort u mij? Let me be perfectly clear. When it comes to this weapon,
Check hem de vermen uithalen, joh. Of uithangen. Fertility program. Oh? Hoor je nou nog steeds een echo? Nee. Maar misschien omdat je geluidsdrager hebt gezet. Ja, zeker. Maar voor even nodig, joh. Mm-hmm. Hey Hank. Hey. My wife. Yeah. Bring on the mix. Send them in. Bring on the mix. Boris. Ja, ja, vet. Gewoon een verbeterde Tanja. Tanja was dat, joh, Boris. Cock lives. Juist, John. McGunlaw. Ja, dat McGunlaw. Is een RNA, jongen. Hoe heet dat ook weer? Ja, de National Rifle Association, NRA bedoel je. Ja, ja, NRA inderdaad. En de Marcus had ze. Ligt niet aan de wapens, ligt aan de mensen die ze gebruiken. Marcus had zijn. My first rifle had hij toen hij 3 jaar was, joh. Ja. Nou, hij kwam de baarmoeder uit met een Beretta. Toen zei hij, freedom, zei hij. Ja. Nee. Of een 3D geprint wapen, jongen. Mm. Ja, had ik je gestuurd. En de federal, weet ik veel, de federal judge of zo, die zegt, oké, prima. Ga maar lekker printen. Ja, heel goed idee, man. Lekker iedereen wapens geven. Ze zijn echt helemaal... We worden heel veilig van met z'n allen. Ze zijn helemaal wapengeld daar, joh, in Amerika. Dat gaat gewoon niet veranderen. Ja. Cock settlement, weird. Wauw. Check deze badass. Mario. Whoop. Act 1. Huh? Ik ben helemaal niet. Er stond opeens dat ik de game had verlaten. Wat? Hey, what the fuck? Serieus? Hey, bij mij is hij nog steeds aan het laden. Ik weet niet wat er gebeurt. Oh, nu zie ik weer een cutscene. Oh shit.
Juffies. Ik zie jou niet, volgens mij zit jij in een andere locatie of zo. Ik weet niet waar jij bent. Nou, ergens in een gebouw neergezet. Ja, ik ook, met een andere dude. Met die gast met die zonnebril bedoel ik. Zombie? Nee, die gast met die zonnebril, daar ben ik nu mee. Oh, fast, ik ben met fast. Oké, we gaan naar beneden. Ja, hoe de fuck ga ik naar beneden dan? Get down, Waar blijf je? Ja, ik weet niet hoe ik naar beneden kan komen. Jongen, wat is dit? Nee, oh hier, een X. Opeens kan ik X drukken hier. Press X, joh. Ik vlieg naar beneden, oké, okay, ik ben nu beneden. Oh ja, ik zie jou aankomen. Oh shit. Dan word je aangevallen. Ja, van achteren. Kutzooi. Ik ga dood hier, ik ga dood. Paas, jongen, paas. Ik zie jou lopen. Ik zie me kruipen nu. Ik zie je over de grond heen kruipen. Jonne, help me dan, jongen. Ja, ik kan je niet helpen. Jonne, ben je van kuk? Jongen, ben je voor noob? Paas, dat begon. Ah, oh, gelukkig. Waar ben jij dan? Nou, ik lig hier op de grond. Ja, lekker dan. Ik ben gekild, what the fuck? Huh? Objective failed. What the fuck? Ah, ik moet dat hele stuk weer opnieuw. Ah, maar niet het hele begin en niet het hele spel, gelukkig. Nee, nee, dat zou wat zijn. Het is geen Diablo. Het is een nightmare mode ofzo. Ja, of Doom 2 of 1 nightmare mode, dat is ook onmogelijk. Ja. Het is Iron Man mode of zo. Het is Balls of Steel mode. Ja. Ugh. Balls of Steel. Balls. Die ene video van lang geleden. Dat zo'n vrouwen niet tegenkom toen dat geroepen werd. Ja. Ja, iemand die met zijn moeder World of Warcraft speelt. Ja, ja, ja. Ik zie geen... Hey shit, ik zie geen fuck, joh. Noob, wat doe je? Ik ben naar beneden gevallen, maar de camera staat nog omhoog. Serieus? Ja, jongen, de game is nu gebugd. Ik kan niet bewegen. Ik kan wel bewegen, maar mijn poppetje beweegt, maar de camera hangt nog in de lucht boven. Jongen, als je dit ziet... Zie, ik zie jou lopen daar. Ja, maar ik zie... Als je dit terugkijkt op de stream, joh, dan ga je echt lachen, joh. Ja. Wiggeludes. Nou, moeten we weer reloaden? Ja, doe maar, want de camera is verneukt. Oh, noob. Oké, nu moet het goed gaan. Yes. Niet burger dit keer. Wiggeludes. Ik zat wel heel zacht nu, ik zet hem even iets harder, het geluid. Of 7. Of 8, maar 8. Ja. Ik
plaats van 10. Zo. Oké. Okay. Wat wel, doet u nog steeds niet? Audio. Ja, toch wel. Het is nog steeds heel zacht. Oké, nu gaat het wel goed met de camera. Is het nu niet gebeurd? Nee. Okay. Nu blijft de camera achter mijn poppetje lopen. Maar daarnet hing die gewoon in de lucht terwijl mijn poppetje al beneden was. Echt heel vaag. Je moet get good, jongen. Get good, ja. Fuck. Nee! Ben je nou weer dood? Ja, ja jongen, ik ga weer dood hier. Get good. Fast, die helpt mij. Ah, ik heb geen bullets meer. Schiet hem neer, ja. Nu heb je hem neer. Goed zo. Ja, omdat je dat vorige keer niet deed, toen ging ik dood. Jongen, het geluid komt een gaas. Heel vaag is het, joh. Ik denk dat je me moet reviven. Oh. Hoe dan? Een poppetje loopt een beetje... Ja, hier. Nee, het is gewoon even een pijp erin leggen. Op de grond die piraat. Ja. Oké, Look, now Raven's down. He patches through the Carmine. No can do, kid. Radio's out. Opeens is het geluid weer goed. Ah, mooi. Het was net de hele tijd stil. Ah, fuck, shit. Run our way. Come on, Delta. Get out of here. Het spel had echt wel een paar bugs, joh. Dat is echt lachen, joh. Ah, bij jou, ja. Bij je loopt hij gewoon goed. Maar het spel had echt fucking veel detail, joh. Kijk naar al deze shit hier, wat hier ligt. Ja, het ziet er echt heel vet uit. Ah, dat is wel vet. Oh ja, flash. Ja, ik ben geflasht. Oh shit. Ja, je bent weer dood. Shit. Ah, nu ben ik dood. Kut. Hij werd gechainsawd. Ja, en we sloegen hem ook neer. Terwijl het gebeurde. Wat? Ja, ik kijk naar de poster, dat is schilderij op de muur. Naar het gezinnetje, joh, kijk. Lachen. Ja. Ja, is dat hem, hè? Seditious literature. Oeh, hier is weer een jack component. Ziet eruit als een Papers, Please, joh. Evac convoy. Yeah. Lizzie's from the speed of it. Let's go, we got. Rob moves. Yeah, she knows. Shit. Nooit weer een echo, zeker. Ja. Je hebt wel aardig gezet, zeker. Ja. Ik hoorde net helemaal niks de hele tijd. Kom, we moeten door de deur. Hey, jongen. Everybody stay back! They're coming in! Hey, stand down, private! We're geared! Friendly fire! Shit, sorry, lieutenant! No harm, no foul. Eerst schieten, dan vragen, joh. We lost our DBs and we got civilians holed up in here. Zeker met z'n my first gun. Ja, gewoon Gears Brutality, jongen. Thanks for that, Lieutenant. No problem, Private. Come on, Delta. kunnen we even jack upgrade? Zie jij nu ook dat upgrade mee? Nee. Oh.
Maar doe jij maar. Ik vind het prima. Ik vind het leuk zo allemaal. Gewoon lekker alles neerknallen wat ik zie. Okay. Je hebt wel een beetje het gezicht van. Een klein beetje het gezicht van Blazkowicz, joh. Van Wolfenstein. Ja, ja. Klein beetje. Well, Wolfenstein. Ja, ook heel vette game. Ja. Sorry again for the air and fire. Wow, het is gewoon hellfire hier, joh. Survivors. Ja, civilians. Collateral damage. Jack flipt bij hem, man. Ja, ik hoor van alles. Wat is hij aan het doen? Het waren die beesten buiten, waarschijnlijk. Papers, please. Welkom in de settlement. Welkom pakket. Warrior. Snatcher. Zo. Never mind, control. Badass chick. Yo, we see badass chick. Yeah. Oh, RPG, long shots. What can we do to help? Just clear this street. Many long shots. Alright, we're stuck here. Alright, you heard. Oh, you had the sniper gun. Yeah. Zo, jongen, check die berg, joh. Check die fucking berg. Ja, mooi, hè? Ja, echt vet. Echt vet gemaakt. Ja, dit is echt wel een van de mooiste games die ik ooit heb gespeeld. Yes, me too. Hashtag me too. We are your friends. Ja, nu heb ik het wel echt naar mijn zin. Het is echt een leuke co-op game nu. Wat? Ik heb het nu echt naar mijn zin. Het is echt een leuke co-op game nu. Vooral, ja, vooral dit stuk. Ja, zie je. Daarom probeer ik jou ook zo ver te kijken om deze samen te doen. Ja, want ik heb hier toch schijt aan. Ik wist dat het vette game was en ik las overal dat die co-op nog veel leuker is. Ik heb dit, ja, ik heb hier toch schijt aan het verhaal, dus prima. Ja, het is toch geen diepgaand verhaal. Ze zijn gewoon altijd tegen aliens aan het vechten. Ja, dus. Het is geen Shakespeare of zo, nee. Nee. Niet bepaald. Oh, die heb ik niet reloaded. Ja. Ik faalde de reload, joh, minigame. Reload. Ja, dat is House of the Dead, joh. Reload. Oh, shit. Kijk, we hebben reinforcement. Fire in the hole! Nice. Fire in the hole! Snipers die de boven zitten. Ja. Check deze gasten raketten schieten. Daar binnen staat zo'n grote gast. Ja. Zit met raketten. Schiet ik al de hele tijd op. Haha, je bent dood. Nee, jongen. Oké, hij is dood. Ik ga ze rocket launcher pakken. Oh, hier ligt een bus kill. Hi. Oh,
Maar die had niet meer robot zijn. Nee. Antisocial behavior will not be tolerated. Ja, vet. Ja, je hebt ook van die robotvijanden in Jedi Fallen Order, waar ook het van is. Die ook van dat soort geluidjes, stemmetjes deed. Robot antwoorden. Oh ja. Oh, deze is een fucking kut. Ja, die vijanden. Nee! Ah! Zo, we explodeerden, joh. Hey, thank you very much. Check deze robo. You heard me. Boom shots. Ik zal altijd nog even een beetje rondkijken of er nog jackbars ligt. Je wilt jack fully upgraden. Ja, inderdaad. Ah, dit is zo'n chille gun. Nine man. Hier misschien? Component zoek je. Ja. Nee, ook niet. Oké, we moeten door de gate. Douane, jongen, douane. Nee. Ja, moet je je papers laten zien. Cutscene. Oh ja, had je het ook gelezen over Engeland, of Verenigd Koninkrijk, of Frankrijk? Met die... met die visserij. Ja, dat ze gewoon oorlogsschepen even op afsturen. Ze zijn helemaal gek geworden, joh. Ja, dat is een supergoed idee, man, die Brexit. Ja, echt. Maar ja, het was nu alweer wat bedaard, volgens mij. Ja, ik hoop het. Yo, 3. Echt. Maar het schijnt dat ze historisch ook, dat beide landen historisch elkaar echt niet leuk vinden. Voordat de Europese Unie er was. Frankrijk en Engeland hebben zo vaak oorlog met elkaar gehad. Ja, daarom. Door de tijd heen.
Yep. Ja, natuurlijk al de twee grootmachten geweest in Europa. Ja. Ja, en, ja, nu op zich nog wel, nog steeds. Misschien niet economisch niet meer, maar wel, ja, wel militair gezien. Ja, ja. Ja, het zijn natuurlijk landen die alle twee, volgens mij, op een bepaald punt in de historie het machtigste land ter wereld zijn geweest. Oh, zeker wel. Nederland is dat ook geweest op een bepaald punt. Ja, ja, zeker wel. Verenigd Koninkrijk of Engeland tenminste. Die hadden zoveel koloniën. Ja, koloniën. Check wel deze bot. Nice. Nice day for a walk. Ja. Nice day for a walk, jongen. Ja, als je zin hebt om te walken. Ja, dat zei ik net, ja. Als referentie naar Arnold. Nice night. Ja, maar ik zei nice night for a walk. Ja, ja, ja. Om te walken. Ook een nice day to jog, joh. Jog. Zo, wat was dat? Ja, ze hebben granaten op. Last one's down. Hartelijk café hier. Even gitaar halen. Ja, ja. Hang on, Sarge, we're almost there. Ja, zijn we Oscar en Mike? Ja, kunnen we? Hoor jouw militair uit, hoor. Ja, al die, ja, tuurlijk, ja. Karma's DB's are still fighting! Come on! Let's go! Let's go! Bravo's going in! On me! Moet je jouw blikje openmaken of flesje? Nee, dat is een bier. Gewoon. Wat ik neerzet. Ja, je moet naar de deur toe. Oh, oké. Okay. Ja, ik zie opeens een handafdruk op deze. Ja, ja. Wow, check die toren, jongen. Check die standbeeld. Ja, weet ik veel. Die standbeeld die gewoon. Die gewoon haat creëert en alles. Die standbeeld opgevot. Ja, je weet toch wel. Al die gekke mensen, ultra-linkse mensen, weet je wel, die al die standbeelden kapot maken. Beeldenstorm, joh. Ze willen, ja, ja, moderne beeldenstorm. Ze willen de geschiedenis aanpassen. Ja. Nou ja. Hij is enthousiast, hè, gast. De cold train is dat. Ja, ja, woe! Dat noemt hij zichzelf. Is ook een OG character. Ja. Check, hij zit achter die turret. Ja, naast de dood. Had je granaat gegooid? Nee, dat was een co-op gedaan. Ah, oké. Dat is zo cool. Overkill, die wil ik. Oh, die heb jij nu. Nice job, Delta. That's it. Herman, boss is clear. Thanks, Delta. But you got more damn bogeys incoming. Hey, our supply hub is still out there. So put Bear's Hill Lancers to good use. Welcome. You keep those civilians safe. We'll handle things out here. Oh, what do we got? Oh yeah. Oh, the gun? Oh shit. Shit. Defend the plaza. Alright, Delta. Let's line him up. Defend? Oh, pak die turret zo. Hij kan achter de turret gaan zitten. Nou, ja, moet ze wel naar mij toe komen dan. Ja. Wat is hier gebeurd? Oh shit! We got a fire!
Zie jou misschieten. Jongen, je verneukt. Je verspeelt al je granaten, man. Fuck jou, jongen. Ik heb nog geen granaten gegooid. Nu ga ik mijn eerste gooien. Je weg wel. Je schoot er twee. Nee, ik gooi nu een granaat. Nee, je gebruikt die granaten van je gun. Oh. Dat is een grenade launcher. Oké. Zeg, ze rennen nu, al die aliens. Trackers would be good. They will. Trackers. Private trackers. Ik ga kijken op welke website ze zitten. Wat een soilway, wat is dat nou weer? Een soort van twee gangen menu of zo. Wat? Hij zei, ja, dit is my kind of sorry. Ik heb nog nooit van een sorry gehoord. Sorry? Ja, sorry zei hij. Sorry boy. Ja. De Coltrane. Nu kan je achter de deur aan gaan zitten, dus kom ja, oké. Okay. Rennen. Yes. Hij kan overheden, zie ik. Nice. Dat ze allemaal exploderen allemaal, brandgroen. Ja. Goeie gore, jongen. Ja. Zo, check al die guns, joh. Spammer, oh shit.
Nice. Act 1, dat is wel een grote act, joh. Ja, jongen, het is allemaal één grote act. Ja. Yeah, spullen voor Jack, jongen. Check that crash for survivors, man. Yeah, man.
car's in the way. Find a way around. Check dit, het vuur staat nog aan. Wat doe je? Ik ben net een kind, joh, die voor het eerst vuur aanraakt. Ja. Go here! Wow. Are you okay? What the fuck? Dat is stim tag. Stimpak. Word je tijdelijk invulnerable. Cool. Kunnen we door het vuur heen? Yes. Oké. 3, 2, 1. Go, go. Mooie game logic. Quick snack. Ja, vet omgeving. Bibliotheek. Ja. Gentleman's lounge. Ja, echt wel. Gewoon de hele dag hier gewoon van keihard smoken en dan whisky drinken. En, sigaartje, whisky. En ja, weet je wel. Japan's huis zich daar wel van maken. En over plebs gaan praten of zo. Ja, precies. The ordinary people, the common folk. Common folk, inderdaad. Ja. Oké, we moeten weer dat vuur in. Yes. Over there, snipers. Hey, shit, achter mij. Wow. Werd geflankt, hoor. Eddie, use the stem and try to flick it! Brrrr! Brrrr! Oké, moeten we even stemmen voor het vuur. Thanks, Jack! Settlement? JD, Joe! Marcus and I have to bug out of the swarm. Swarm is everywhere. Spare rings control. The swarm! Eureka, we got separated from Cold Boss and Carmine. Alright, it's sort of a secret shotgun. Overkill. Yeah. Welcome! See you there! JD, come on, let's go through the hotel. Grand Boma Hotel. Hey, there! The loading dock. Memo. A meme for the staff. Ligt hier. Granaten. Shock grenade. Come on, in here. Moet even je hand afdrukken op de deur. Ja. Mijn vinger afdruk achterlaten. Give us some light. Dit is ook wel cool gedaan, heb je alleen die lamp van die robot. Nice. She is a wash machine. Wash day tomorrow. Nothing clean, right?
Nou ja, duidelijk. Die stoel gaat helemaal flippen. En laat ze verdwijnen. Physics, jongen. Ja. Hey, yo, hold up. Yo, hold up. Hey. Dat is het nummer. Het ene nummer van, ja, volgens mij Dr. Dre ofzo. Of zo. Hij is explodeerd. Ik moet me gerevive, jongen. Oh, ik word gegierd. Jongen, revive me. Ja, hold up. Hey. Ja, alleen wat hij daarna zegt, dat kan je niet zeggen. Nee. Op een streep. En, check deze dikke keuken, jongen. En ook Now You Know What Is True, hè? Daarna kan ik het ook niet zeggen. Kan je niet zeggen. Nee. De waarheid is te hard. Ja. Ah. Ja, een mooie stealth kill, joh. Ik deed het na. Hey, wat doe je? Joh, je kan ze stealth wel. Ze Ja, ik gier ze gewoon. Jack the bar. Vet. Ja, heel cool. Denk je dat ze een dark matter kunnen maken? Nee, maar wel een deep glass. Deep glass, inderdaad. Ja, dark matter is lekker. Die heb je ook één keer geproefd. Ja, het zijn de fucking veel, jongen. Ze komen via de andere kant. Die heeft ons al gezien. Deze kunnen we wat meer sneaky doen. Ah, oh, nee, kut. Ze hadden ons af. Hij is wel grand inderdaad, dit hotel. Ja, mooi schilderij hier. Ja, zeker. Like a mansion. Resident Evil mansion. Ja, jongen. Spencer mansion. Yep. Dat. Kijk, deze hebben we ons nog niet gezien. Die kunnen we van achter kunnen we ze killen. Druk je de power cord eruit. Ja. I've seen enough of this one. Ja, dat is lobby. Nou, het water ziet er ook echt heel vet uit in de stenen. Entree-ruimte of zo. Ja. Check die koepel bovenin, zo vet. Wow.
Licht, ja, heel vet. Open de cash register. Ik kan ook even koffie maken. Ja, het is nu weekend. Ik ga nu geen koffie drinken. In het weekend niet? Ik drink geen koffie na in het weekend. Oh man, ik drink elke dag koffie. Ik drink nu bier. Ook lekker. Ja. Oké, we hebben wel handafdruk nodig. Yes. Wil jij nu ook met controller? Met ja, ja. Oké. Okay, ja. Jij niet? Ik speel wel lekkerder. Ja, ik speel ook met controller. Zeker. Dat is het beste voor third-person shooters. Precies. Maar ik vind first-person shooter toetsenbord en muis wel fijn, hè? Ja, zeker. Als je accurater moet zijn, dan is dat handiger. Ja. Oh shit. Holy shit. Ja. Het is hier babyface of zo. Ja, zoiets. Ja, summer bird ceremony. Hey. Jezus. Hey, jongen. Shot. Eentje alles. Moet naar het theater toe. Dat hierheen moeten. Ja. Ja. Shit, shit, shit. For Resident Evil. Zero. Yeah. Whoa. Fet. Yeah, check die koepel, joh. Yeah, heel vet. Ik krijg een beetje Vaticaanstad deze voor. Ja, ja. Can we take it out? Thank you.
shit, kan het wel kapot? Kunnen ze wel dood? Ah ja, ze gaan, het zijn er heel weinig. Ik denk het wel. Ah, nu is ze dood. Nice. Die, bitch. Act like a bitch, die like a bitch. Hmm. Hey, vlog. Vlogster, ja. Ja. Ja, dat hebben we net gekillt, de vlogster. Down the street, right our way to you. Hmm. Yup, we're leaving. Ik zag zo'n NPC opeens teleporteren. Echt zo. Ik zag hem teleporteren van NPC. Yo, we hebben reinforcements, robots. Nice. Stay store. Ja, ik ga er zo meteen wel mee kappen. Ik wilde eigenlijk ook niet mee kappen. Maar we kunnen wel even. Nee, maar we kunnen deze laatste missie of zo wel even afmaken. Maar... Ja, ik weet niet hoe lang nog duurt. Ja, dat weet ik dus ook niet. Dat weet jij beter dan ik. Maar ik ben bang. Nee, we gaan nu, we stoppen nu al. Ik ben bang dat hij niet saved, weet je? Dus... Jawel, hij saved gewoon bij de checkpoint, denk ik. Nou, was super leuk hoor, dit spel. Ja, spelen we gewoon een ander keertje weer verder. Ja, als het goed is, heeft hij die campaign gewoon gesaved. Ja. Dus dan kunnen we gewoon verder gaan volgende keer. Ja, leuke co-op game, hè? Zeker, ja. Zeker leuk. Nou, ik stop de stream nu.